Burgemeester en wethouders van Tiel hebben besloten een stap terug te doen in het proces om een locatie voor anders wonen in te richten aan de Rugglinlaan in Tiel. Aanleiding voor dit besluit zijn de zorgen en vragen die bewoners uiten en de belangen van de inwoners die tot de doelgroep van anders wonen behoren. Daarom gaat het college een begeleidingsgroep oprichten om zo te komen tot de realisatie van een woonvorm anders wonen in Tiel. Verantwoordelijk wethouder Driessen. Ja, er is wat commotie over ontstaan, vooral ook door onwetendheid. En we hebben gemeend om even een stapje terug te doen om het proces even en nu in samenwerking ook met een begeleidingsgroep die we willen oprichten. Om samen te gaan kijken hoe wij anders wonen vorm gaan geven. Hoe gaat dat proces eruit zien? Nou, zoals ik al zei, een begeleidingsgroep gaan formeren waarin vertegenwoordigers van inwoners van heel Tiel. Vertegenwoordigers van partners in deze. En partners kun je ook denken aan zorgverleners. Maar ook woningbouwcoöperatie bijvoorbeeld. Om samen te gaan kijken van aan de hand van criteria die er allemaal al zijn. Om eens te kijken van hoe we dit verder vorm kunnen gaan geven. En dus ook met name ook weer mensen meenemen. Over welke mensen gaat het en wat is de behoefte. Dat is de weg. In eerste instantie was het een besluit van het college zelf. De raad was daar later pas ingekend. Dat zorgde al voor strubbelingen. Nou ja, in zoverre, het college voert het beleid van de raad uit. De raad heeft ook vastgesteld dat er een onderste treden moet ingevuld worden. En dat blijkt ook al uit de commotie nu. Het college heeft heel duidelijk gekozen om het proces te lopen zoals het gelopen is. Omdat, daar moeten we ook eerlijk in zijn, gezien de reactie ook. Als je aan de voorkant met iedereen mee gaat nemen, dan krijg je hele lange discussies. En we hebben besloten om het juist op deze manier te doen. En op het moment dat de keuze was, duidelijk was waar wij het willen gaan doen, dan pas de mensen mee gaan nemen, maar ook zo snel mogelijk. Dat hebben we ook gedaan. Mensen zo snel mogelijk mee gaan nemen van dit zijn de plannen die we hebben en over deze mensen gaat het. Maar dan is het jammer om nu te moeten constateren dat dat niet goed gevallen is. En vandaar ook dat wij nu een stapje terug gaan zetten om de mensen mee te nemen. Spijt van? Nee, niet spijt. Want het proces wat we gelopen hebben is gewoon een goed proces. We hebben het zeer zorgvuldig gedaan. Jarenlang mee bezig geweest om het juist heel zorgvuldig te doen. Om te komen tot een goede afweging. Als je zegt achteraf had het wellicht anders gekund, met name ook in relatie met de raad. Ja, dan zou ik dom zijn als ik daar het antwoord nee op zou zeggen. Spijt van nee. Het streven is om voor 1 oktober op basis van dit proces en in samenspraak met de raad duidelijkheid te hebben over hoe anders wonen gerealiseerd gaat worden. In eerste instantie wilde het college op korte termijn 6 wonenunits plaatsen in de wijk Passewaaij. Dat is nu van de baan. Wat zijn nu de gevolgen voor mensen die behoefte hebben aan zo'n woning? Ik ben blij dat u deze vraag stelt. Het gaat namelijk over mensen die hier in Tiel wonen, in Tiel verblijven, in Tiel dakloos dreigen te worden. In die zin is het gewoon een vertraging waar de mensen wel last van hebben, dan wel dat mensen die nu nog in een verkeerde situatie verblijven, dat die later geholpen kunnen worden. Dus in die zin, de mensen worden er wel meegeraakt, om het zo maar te zeggen. Neem niet weg dat de begeleiding op de mensen waar we nu over hebben, die gaat constant door natuurlijk. Dus het is niet verloren nu, maar we hopen wel zo snel mogelijk dan toch wel helderheid te hebben om de woonvorm anders wonen te kunnen gaan invoeren. De actiegroep Anders Wonen Nee, die in een paar dagen tijd ruim 1600 steunbetuigingen kreeg, is blij met de actie van de gemeente, maar voegt daaraan toe zeker de vinger aan de pols te houden.